Hola, hola! Welkom bij een nieuwe aflevering van House Flipper 2. Ik heb zoiets geweldigs gezien in de update. En de update is uitgevoerd. En wij gaan hem vandaag bezoeken. Het gaat namelijk over een minigame genaamd De Vloer is Lava. Ken je dat? Natuurlijk, iedereen kent het. En er is als het goed is een nieuwe missie toegevoegd. En die heet dus We Breiden Uit. Hallo, ik ben Matt van Volcano District. We zijn een kleine studio voor videogames die het geluk heeft een succesvol spel te maken met de naam The Floor is Lava. Het was een groot succes, dus we breiden uit. Werven nieuwe mensen aan en kopen meer spullen. We hebben dus een ruimte nodig voor nieuwe werknemers. Ik denk dat onze zolder daar perfect voor is. Oh ja, en ik wil nog mijn excuus aanbieden voor de rommel. We hadden een klein feestje op de introductiedag. Als je ons spel wilt testen, voel je dan vrij om onze VR-sets te gebruiken. Ze liggen overal op kantoor. Veel plezier, groetjes van Matt Coppola. Nou, ik ben wel benieuwd, want het is dus een missie. Maar als we dus de VR-headset gaan zoeken in dit level, kunnen we dus waarschijnlijk zelf het spel spelen. En daar ben ik wel heel benieuwd naar, want De Vloer is Lava is eigenlijk gewoon een soort parcours. En kom niet in lava terecht, want je verbrandt gewoon levend. Nou, dit is dan zeg maar het huis. Er staat ook Volcano District, dat is ook de officiële ontwikkelaar van het spel. En hier is dan de ingang. Oké, dus leuk. Oh, hier zien we dus een klein stukje, een soort teaser van wat het nou inhoudt. Oké, je moet dus lopen op allemaal meubelstukken. Je gaat dus door een raam heen, je moet dus op hoogtes gaan springen. Het ziet er ingewikkeld uit, ook een beetje een soort van puzzel. Maar wel heel tof. En dan ga je dus via de trap ga je weer verder naar boven. Heb je een soort finishvlag? Is dat dan een soort checkpoint? Ik weet het niet. Maar ik kan niet wachten om dit te spelen. Ik zie allemaal poppetjes hier staan. Ik zie allemaal pizzadozen. Nou, die zal ik ongetwijfeld moeten meenemen om op te ruimen. Maar waar... Oh, de VR. Daar ligt die. Is dat de VR? Ik kijk nog heel even rond. We zien daar nog een VR. En overal liggen VR-brillen rond. En de floor is lava. Er staat ook een logo. Ik zie nog een wapen daar. We hebben de wc'tjes. Nou, is ook wel heel belangrijk voor een kantoor. Ik check heel even wat er boven is. De floor is lava een greenscreen, want daar kan je namelijk mee trucken. We zien daar ook nog een stift. Wacht even, kan ik daar nou serieus? Kan ik dit nou oppakken? En dan... Nee, dat gaat niet. Ik had het liefst even een tekening willen maken. We zien wat action figures ook in de kast staan. Dat ziet er goed uit als een soort van collectibles. We kunnen nog verder omhoog. En wat is hier? Ook weer wc'tjes voor de mensen die dan beneden of op de tweede verdieping zitten. Die kunnen dan, of de eerste verdieping, die kunnen dan lekker hier naar de wc. Hoeven ze niet de trap naar beneden. En hier nog allemaal troep. Nou, we gaan de VR-headset oppakken. En ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. We hebben dus 3 levels. Oké, dat is leuk. En ik zie ook een klokje, dus blijkbaar moet je een tijd neerzetten. Laten we gewoon met level 1 beginnen. Want ja, weet je, het zal misschien wel van makkelijk naar moeilijk gaan. Of gelijk al moeilijk. Dat kan ook. 3 levels gewoon onwijs pittig. Ik ben benieuwd. Oké, hier is het dus. In een huis. Het is een soort... Is het een kerk? Het lijkt een beetje op een kerk of zo. Oké, dat ziet er goed uit. En daar is dus de startlijn. Ik denk dat ik gewoon moet gaan springen hier zo. Is dit... Oeh, jongens, maar ik ga nu al dood. Gewoon het begin al. Ik raak nog niet eens de start. Oké, daar gaan we. Start. En de tijd zal waarschijnlijk gelijk gaan lopen. Oké, daar gaat hij springen. Oké, dat gaat goed. We gaan door. Over de plankjes heen. Zo, en dan gaan we naar boven. Het gaat wel allemaal op tijd. Dus ik moet natuurlijk wel een mooie, snelle tijd neerzetten. En dan hier naartoe. Ja, dat gaat goed. Nee, op het einde. Oké, let op. We weten nu hoe het parcours gaat. Dus het kan alleen maar goed gaan, toch? De tijd loopt. Laten we gewoon een goede tijd neerzetten. Gewoon eentje dat je denkt van... Nou jongens, dit was echt extreem. Dit ging gewoon heel goed. En dit is nog maar het eerste level. Hè? Kan je nagaan. We moeten nog een paar levels. Oké, laatste sprong. En go. We gaan nog verder. Het gaat nog verder. Oh shit. Ik dacht, we zijn al helemaal klaar. Oké, dit is allemaal onbekend voor mij. We lopen door. Oh nee. Oeh, ik twijfel wel. Ik treuzel, want het is een beetje anders dan in Minecraft natuurlijk. Dan gaan we door. Hopelijk die checkpoints dat hij die haalt. Nee. Oké, doorlopen. Het waren maar een paar sprongetjes. Maar toch op het einde niet gehaald. Yes. Oké. We hebben 34 seconden neergezet. Is niet misschien de snelste tijd. Maar krijg ik er misschien een kleine medaille voor? Ik heb toch mijn leven geriskeerd. Ik ben toch over lava heen gesprongen. De volgende. Ik vind het leuk dat dit toegevoegd is. Gewoon een extraatje. We gaan nu die kant op. Jeetje, wat een hoop meubels liggen hier. En dan moet ik... Nee, ik moet in de frituur staan. En dadelijk word ik gefrituurd. Uitkijken. Huh? Waar stond ik in? Stond ik ergens in waar ik niet in mocht? Ik heb geen idee. Nou ja, dat maakt niet uit. We gaan door.
En, oh jee, ik moet goed stampen of staan, want anders gaat het niet goed. Daarheen, dan gaan we zo. En ik heb ook geen idee of ik nu nog goed ga. Jeetje, je hebt zoveel vrijheid. Je kan echt verschillende routes nemen naar de finishvlag. Althans, als er een finishvlag is ergens. Dan gaan we daar over de trampoline. We gaan omhoog en dan daar naartoe. En ja, oké, checkpoint. Checkpoint is altijd goed. En dan gaan we via de buis. En dit is nog maar parcours 2. Ken aan, we hebben daar nog eentje. En parcours, wat moet ik doen? Opnemen? Oh, open gooien. Ja. We hebben er iets langer over gedaan. 50 seconden. Nou, nu denk ik persoonlijk dat de derde wel moeilijkst wordt. En daar moeten we echt een goede tijd voor zetten. En ik hoop onder de minuut. Maar hoe groter dat parcours, hoe moeilijker dat parcours, hoe langer de tijd, logisch. Oké, hier vertrekken we dan. En ik weet niet waar het begin is, want er is nog geen tijd in beeld. Oh, hier zo. Oké, even een beetje observeren. Ik moet via de balken lopen. En dan gaan we misschien in dat gangetje. En ik zie ook een paar checkpoints. We gaan het gewoon doen. Hoppakee. Een beetje slalommen. En misschien dat er ook wel een soort van routes zijn dat je dingen kan skippen. Dat gebeurt ook natuurlijk heel vaak. Oké, dan gaan we hier naartoe. Dat ging niet helemaal goed. Maar gelukkig span ik ook gelijk weer bij de checkpoint. Oh, nee. Nu kan ik me beter doodlaten. Dan ben ik nog sneller bij de trap dan natuurlijk. Oké. En dan eroverheen. Dat gaat goed. En dan gaan we op de balkjes. Het zijn dunne balkjes. Rennen. Dan gaan we op de lampjes. Oh jee, het zijn hele dunne lampjes. En vervolgens gaan we... Het gaat goed. Niet vallen, Vince. Nee! Oh nee, dat is zonde, Vince. Dat is zonde. Ik was zo ver. En dan toch dat je... Ja, ik ben niet gevallen in de lava. Dat scheelt misschien wel. Ik weet ook niet of ik een soort van checkpoint heb gehaald. Maar ik weet wel één ding zeker. We moeten het nu eventjes gewoon halen. Oké. Kom op, checkpoint. Waar zijn die stomme checkpoints? Ik heb ze nu nodig. Gewoon nu op dit moment. Waar ga ik heen? Ik vermoed daar naartoe. En dan zo. Dit is... We zijn nog niet klaar. Nou, ik ben over de minuut heen. Wat een groot parcours. Ik had ook eigenlijk niet anders verwacht. Oké, springen. Op de trampoline. We gaan naar boven toe. En ik haal het nog niet. Hoe ga ik daar komen? Door extra te jumpen. Dan kom ik nog hoger. Ook op de lampjes. Ja, vervolgens gaan we daar naartoe. En dan... Hoe kom ik daarbij? Oh, trampoline. Trampoline. Komt goed. Yes! En dan door de deur. Hallo? De deur? Hallo? Deur? Gaat die open? Ik probeer hem te openen. Oh, het is gehaald. Ik moest gewoon de deur aanraken. Oké, ik denk, nou, misschien moet ik wel weer door iets heen, maar... Het is gedaan. 1-23. Er staat een gouden medaille boven. Is dat positief? Dat is denk ik wel positief. En ik weet wat dat hier in het parcours. Er zat een stukje. En ik weet niet of ik dat stukje nog kan vinden. Maar dat is dat je dan misschien wel gelijk door het raam heen gaat. Alleen dat raam ziet er niet open uit. Ik wil het wel proberen, maar ik vind dit een prachtige tijd. En ik wil ook dat die gewoon zo blijft. Oké, een minigame beëindigen. Ik heb dus een gouden trofee behaald voor het halen van die map. Ik weet niet hoe het met de andere mapjes zit. Want ik moet er even kijken. Ik zie geen goud erbij staan. Dat is jammer, maar wel leuke minigames. En geloof me, ik ben misschien een paar keer verbrand. Maar goed, wel leuk dat het erin zit. Ja, dit was hem alweer voor vandaag. En je kan natuurlijk nog een missie spelen. Je kan het huis gewoon gaan opruimen. Maar ik vind het heel gaaf dat ze dat soort minigames er ook bij hebben gedaan. Dat maakt deze game nog veel leuker. En ook nog steeds meer gevarieerder dan House Flipper 1. Maar ik blijf het zeggen, deel 1 blijft ook ontzettend sterk. En blijven ze ook nog updaten. Dus dat is ook heel mooi. En dit spel... Gaan ze ook of blijven ze ook gewoon updaten? Dus ik ben gewoon benieuwd naar toekomstige updates van allebei de games. Vond je nou een leuke video? Laat wel een duimpje achter. En heb je House Flipper 2 nog niet geprobeerd? Ga hem zeker proberen. Want met dit soort minigames en ook toekomstige updates is dit echt een heel gaaf spel. Ik zou zeggen, tot de volgende video. Doeg!